Dames en heren, het is de podcast waarin iedereen zeikt, waarin niemand onder de druk bezwijkt, waarin iedereen nog veel dwazer is dan het lijkt. Fijn dat je luistert, fijn dat je kijkt. Wat een geweldige freestyle was dat, hè, jongens. Aflevering 7, jongens, kaartje 4 podcast. Wat goed dat we er alle 4 zijn ook, gelukkig. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag posten we delen van onze aflevering op YouTube. We moeten nog even kijken hoe we dat in deze paasweek gaan doen. Of we misschien maar 3 onderwerpen doen. Maar daar komen we nog wel op terug hier in deze podcast. Op vrijdag is de hele podcast op Spotify, Apple Music, andere streamingdiensten te vinden. En ook in zijn geheel op YouTube te vinden. Jongens, Aaron, Luc, Roland, we zijn gewoon compleet voor aflevering 7. Hoe mooi is dat? Oh, kerel, ik ben brak, je hebt geen idee. Voor de luisteraars, die kunnen dat niet echt zien. Roland zit er gewoon helemaal fris en fruitig bij. Aar is ook gewoon helemaal gek, fris. Fris en fruitig bij, laffe zoepert. Waar was je gisteren? Ja, ik had andere dingen te doen. Dus ja, ik kon er helaas niet bij zijn. Prioriteiten. Ja, prioriteiten laten niet bij bier drinken. Weet wij dus meteen waar we staan. Nee, soms liggen prioriteiten niet bij bier drinken, inderdaad. Ja, ik ga heel eventjes eerlijk aan de luisteraars en kijkers toegeven. Ik heb gisteren 1 biertje gedronken. En daarna nog 20 of 30. Deze man zat gewoon om 2:30 zat hij gewoon nog. Nou, weet je, ik pak er nog eentje, want ze smaken me wel heel goed. Ja, soms is de ruggengraat niet aanwezig, jongens. En dat hoor je ook aan deze katerstem voor de rest. Maar ja, het was gezellig. Hey, ja, over katers gesproken. Ik weet dat Luc met een onderwerp zit deze week, die daar wel redelijk bij aansluit, denk ik. Ja, jongens. Jij maar gewoon direct het eerste onderwerp naar voren. Wat is het beste katerontbijt? Oh. Het ultieme katerontbijt. Wat is dat? Een mandarijntje sowieso. Half een liter leffenbond. Half een liter. Lekker Remy. Gewoon de kater wegdrinken, inderdaad. Dat is ook altijd een optie. Hij is ook lauw. Dat is ook niet heel fijn, maar is wel goed voor de kater. Mij is altijd verteld, de beste recovery, de beste manier om een kater weg te zetten is met een recovery pils. Ja, ochtendbiertje. Of een Bloody Mary. Werkt ook heel goed. Smerig, man. Lus jij Bloody Mary is echt moeilijk smerig. Tomatensap met alcohol. Ja, ik vind. Kijk, het is misschien niet heel lekker, maar je bent wel gelijk in één keer van je kater af. Ja, want je gooit alles eruit. Nee, je gooit er juist meer in, waardoor je geen kater meer hebt. Oké. Okay. Ja, ik geloof het niet. Ja. Ik ga het niet proberen. Ik hou het lekker bij de lauwe 0,5 liter level blond. En kaasbroodje, een latte macchiato. Je hebt echt niet goed, hè? Ja, kijk, joh. Oké, ik ga jullie met mijn jarenlange ervaring even de gouden tip geven om van je kater af te komen. Is goed, opa, vertel het. Opa, oké. Dat is wel weer een beetje overdreven, maar ik ga natuurlijk al een paar jaartjes mee. Ik zuipel lekker door. Weet je, mocht ook op mijn 16e al drinken. Weet niet wie van jullie dat doet. Ja, dan mocht ik ook. Ik 1 jaar. Allemaal, oké. Ja. Oké, nou, dan is het top. Maar het trucje om van een kater af te komen is gewoon heel veel proteïne naar binnen werken. Proteïne, daar gaat het om. Dan herstelt je lichaam namelijk. Dus wat kun je het beste eten? Ei. Broodje Maar gewoon ei. Roerbakkeitje met een beetje bacon erdoorheen of zo. Al lekker, man. Of een goed omeletje. Ja, wat ik heel goed. Wat ik dus vaak zelf doe, is een full English maken. Maar gewoon echt full English. Dat werkt ook goed, maar dat zit gewoon proppen met proteïne. En dat is de sleutel voor een goed ontbijt als je brak. Zonder black pudding, denk ik dan wel. Nou, als ik het kan maken, dan gooi ik dat ook wel bij, ja. Maar verder, de full English, dus dan hebben we saucijsjes, roerbakei, spek. Bonen, witte bonen in tomatensaus, inderdaad. Toast zelf maken ook natuurlijk. Veel te veel. Nee man, dat is fucking lekker. Dat is perfect. En dan nog en een kopje koffie erbij. En een vers geperst zelfgemaakt sushi. Dan is die helemaal. Ja, dat is echt top. Ja, dat is mijn ultieme katerontbijt. Remy, wat? Remy gaat gewoon wel door met de les. Ik gewoon een 0,5 liter bier weg in de ochtend, weet je, alsof het niks is. Hè. Soms moet het wel. Soms heb je geen keus. Ik zou dit normaal gesproken niet doen, maar ja. Het is zijn recovery. Zo real dat dit echt de enige optie is. Ik luister gewoon naar Luc's tip. Het is wel dat ik het redelijk van je gewend ben, Reems. Want toen wij op reis waren in Belgrado,
toen deden we ook iedere ochtend een ochtendbiertje en zaten gewoon een halve liter weg te tanken. Dus heel gek is het niet. Ja, die moet je nageven, Remy. Dat gebeurde in Barcelona ook op reis. Dat slijpt er toch rustig in als je met mij omgaat, zeker op vakanties. Ja. Gewoon iedere ochtend altijd even een pilsie. Een halve Leo wegtikken. Ja. Ja, moet gewoon kunnen. Maar ik vind het wel een beetje zielig zelf. Wat is jouw ultieme katerontbijt eigenlijk? Sowieso qua drinken, wat ik vind ik wel jammer dat ik dat nu niet heb, maar toen ik op de middelbare school zat, deed ik dat sowieso altijd. Was gewoon zorgen dat ik voor na het uitgaan een goed koude fles Yogi naast me had. En die zette ik dan gewoon naast mijn bed. Dus ja, Yogi hoort daar sowieso bij. Aardbeiensmaak. Fristie. Persik. Vivid. Ook lekker. Maar Yogi heeft nog net iets meer dat gewoon verzachtende. Als je echt kapot lam of brak bent. Gewoon allebei. Ja, dat klopt wel, ja. En qua eten ook wel een eitje. Maar ik maak nooit echt normale eitjes. Ik ga dan echt... ik maak ook wel eens een eitje voor de jongens hier. En dan gaat er wel echt alles op. Echt salami, Italiaanse kruiden. Er wordt gewoon een halve pizza, zeg maar. Maar wel lekker. Ja, tuurlijk, maar dat is gewoon goeie. Gewoon een frittata. Frittata. Nou, dus ik zou ook wel voor een eitje gaan hoor. Maar ik ben wel benieuwd wat... Ja, het moet niet te zwaar vallen natuurlijk, hè? Nou, daar twijfel ik dus om. Want een full English is dus echt... Dat valt wel, dat is een bom op je maag dat wel gelijk. Dat valt zwaar, ja. Maar wat ik ook wel eens doe, en dat is gewoon echt zeg maar dat goede HAVO 3 middelbare schooltijdperk. Even langs de appie, twee frikandellenbroodjes. Ja, precies. Weet je, dat werkt soms ook wel gewoon goed, hoor. Oh, nee, man. Zal ik jullie zo een geheim vertellen? Nou? Ik ga jullie namelijk het geheim geven van het ultieme ontbijtje als je een kater hebt. Eén enkele... Ik weet waar je naartoe gaat. Oh, ik weet het Eén ook enkele... Het heeft te maken met een Italiaanse bol. Eén enkele Italiaanse bol, meneer. Yeah. Eén enkele Italiaanse bol. Onderste laag, truffel mayonaise. Level 1, complete. Kleine piece ijsberg. Sla erop, tomaat, een paar plakjes komkommer, dikke bol mozzarella, misschien wel twee zelfs. Snij hem in plakjes, flikker het erop. Aaron is er van vastgelopen, zo mooi vindt hij het allemaal. Nee, ik ben er weer. Yes, nice. Mozzarella erop, flinterdunne beenham, andere ham mag niet. Als je geen ham mag eten, is de beenham niet essentieel. Dat kalkoen kan ook. Een soort extra of kalkoenetje zou zo kunnen. En wat hebben we nog meer? Wat doen we er nog meer op altijd? Tomaat, komkommer, truffel, mayonaise, ijsbergsla. Je kan een beetje augurk erop doen. Niet super fan van. Zou er nog wel bij passen. Geen enkele Italiaanse. Nu ga je freestylen. Nee. Ik heb het vorige week met augurk. En ja, het verraste me dat het toch best wel boem was. Maar als je dat als ontbijtje eet, jongens. Je wordt twee bollen is te veel. Dat is echt een avondmaal, zeg maar. Maar één Italiaanse bol met mozzarella, tomaat. Al die zooi die ik net opnoemde. Ik heb geen zin om alles weer te listen. Ik heb te veel koppijn ervoor. maar dat is het ultieme katerontbijt. En ik heb het nu niet genomen helaas. Ik heb lekker een vivetje, een hamkaasbroodje, een latte macchiato en een halve liter Leffen Blond. Nou, is ook prima. Wat voor mij ook wel gewoon soms werkt, is gewoon twee goede aspirines of twee paracetamol en een flesje water voor de hele dag. Nee. Ik doe niet aan aspirine, dan doe ik liever aan bier in de ochtend. Nee, weet je wat echt een van de beste is die ik ooit heb gehad? Het was toen ik op reis was in Split, Kroatië. En dan had je een tentje die zat aan het water en daar hadden zij een omelet die was gemaakt van alleen maar eiwit. Dus eigeel kwam daar niet in voor, dat was dan ook een spierwitte omelet. Ik was knijterbrak, ik dacht van ik bestel dat, want er zit gewoon heel veel proteïne in. Is 1,5 proteïne zelfs. Ik had het weg. Natuurlijk, heel lastig om weg te krijgen, want je bent natuurlijk knijterbrak. En ja, dan zo'n zware maaltijd, dat valt best wel heftig. Maar daarna, ik voelde me op en top fantastisch. Ik was de enige die nog een beetje leefde die dag. Iedereen die mee was gaan zuipen de avond ervoor. Roland begint ook steeds meer een beetje als mijn grote held Bear Grylls te klinken. Met zijn, you gotta eat lots of protein. Maar ik ga je in ieder geval niet aanraden om je eigen pis te drinken. Dat scheelt alweer. Het zou wel kunnen helpen tegen zou, een kater. Zou het fantastisch zijn? Slangenhuid drinken. Zou het fantastisch zijn? Heb je ineens Roland. Oké, het ultieme katerontbijt.
Stick with me now. Drink gewoon je eigen pis. Maar, oh man, nee. Wat zijn nog meer een beetje kater ontbijtjes? Ik heb alleen... ik heb heel veel met ei gehoord voorlopig. Ja, dat is ook gewoon altijd een goeie. Ik heb ook gewoon een keer 's ochtends een broodje dunner naar binnen gewerkt. Ik wou zeggen, wat ook wel lekker is, is gewoon... Als je de avond daarvoor bijvoorbeeld naar het stappen hebt, je pizza gehaald of iets dergelijks en die heb je niet helemaal opgegeten. Volgende dag smijt je... Je hoeft hem niet eens in de oven te smijten of in de marathon om weer op te warmen. Gewoon lekker pizzy pizza die nog over is. Prima, is goed te doen. Is heerlijk zelfs. Dat is ook goed is voor de kater. Ik heb ook nog wel een goede, denk ik. Is een grote bak met watermeloen, feta blokjes erin. En ik noem het gerecht katermeloen. Tot ziens. Katermeloen. Oh, Remy. Oei. Ik dacht dat ik uit beeld kon lopen, maar er staat gewoon een muur naast me. Dus je ziet me sowieso als ik uit beeld probeer te lopen. Tot hier. Het werkt niet. Nice try, though. Oh, okay. Je deed je best. Thanks. Daar gaat het om. Het gaat om de gedachten. Ja, je hebt... weet je, je bent jong en je wil wat. Exact. Hé, hey, maar Luc, wat zeg jij trouwens als ontbijt van... mini appelkoeken. Minis. Oh, donders. Nou... Wat dacht je nou van een echte appel? Eten jullie geen fruit? Na een avondje stappen. Nee, ik zeg letterlijk katermeloen net. Wat denk je? Oké, behalve watermeloen. Nou, ik wil zeggen... Watermeloen is met kip trouwens ook echt kapot lekker, hè? Ja, dat is goed, maar ja. Ja, nee. Oh. Nee, ik vind dit trouwens wel een hele goeie, inderdaad. Een appelkoek. Daar zeg ik geen nee tegen, Remy. Oh, kijk eens aan. Ik pak er gelijk twee. Kijk eens aan. Kijk, dat is service. Zeer sterk. Ja, voor de luisteraars, ik raad jullie zeker aan om even via YouTube naar dit moment toe te gaan, naar deze clip. Want Remy die heeft dus wel gisteravond, hij was van de volgende maand mijn nieuwe huisgenoot. En die was hier alvast even een avondje om te kijken of er wel genoeg kolenkletsers werden gezopen. En dat is wel gebeurd. Dus ja, die neemt hier een kamer naast mij de podcast op. Dus ik heb hier nu twee lekkere appelkoeken. Deze heb je verdiend. Ik dacht al, kan Remy teleporteren? Als hij brak is, krijgt hij dan de kracht om te teleporteren van de een naar de andere ruimte? Maar ja, juist als ik brak ben, kan ik dat niet. Gewoon. Maar ik ben eigenlijk nooit niet brak. Ah, oké. Dat is een beetje het probleem. De brakheid houdt je superkrachten tegen. Brak Obama, toch? Oei. Nee, maar ik denk, ik heb hem nu gevonden. Mijn ultieme katerontbijt. Dat is een... Appelkoeken. Echt? Bless. Dat zijn echt van die koeken die me doen denken aan dat je jarig was op de basisschool. En dat je dan langs al die kutleraren mocht gaan. Hier heb je een koek. Hier heb je een koekje. Echt, aflevering wordt gesponsord door Mini Appelkoeken. Dat is niet waar, though. Maar goed. Nee, ik denk, daar hebben we wel, denk ik, de mooiste katerontbijtjes. Mocht je nou zelf een goed idee hebben voor de katerontbijt, stuur het gewoon het recept of de foto, stuur ze door naar onze Instagram, Kraaftje4Podcast. Of schrijf ze in de comments van YouTube of naar onze persoonlijke social media. En dan kijken we watertanden ernaar uit. Zo watertanden zelf dat ik echt gewoon dit koekje nu naar binnen ga werken. Want oh mijn god, het smaakt echt heel goed. Je kan ze komen halen, Luc. Of ik kom om het onderwerp kom ik even je kamer binnenstormen met een pak appelkoeken. Of ook nog een paar halve liters als je die wil. Oh, nou ja, ik moet nog rijden. Ja, dan is het niet heel verstandig. Maar... Dan zou ik je dat niet aanraden. Sterker nog, ik moet nog eens Aaron rijden. Maar ik moet nog camera-spullen daar afleveren. Want gisteren proberen wij dus... de podcast een keer live op te nemen. Wil iemand vertellen hoe dat is gegaan? Eigenlijk niet zeggen, want die spullen moeten eigenlijk voor iets anders gebruikt worden. Oh, tering. Maar maakt niet uit, vertel het maar. Vertel het maar gewoon. Nou, de spullen zijn ook wel voor andere dingen gebruikt. Alleen we wilden dus ook, we gaan ook even testen of we daarmee een keer de podcast live kunnen opnemen. Gewoon live en in person. Nou, we hadden alles klaarstaan. We hadden in principe... ready om aan te schuiven. Geen batterij in de Marantz die meegeleverd was. Dus ja, konden we alsnog niet opnemen. Ja, Marantz is het geluidsapparaatje. Om geluid mee op te nemen voor de duidelijkheid. Ja. Oh man, dat is echt super klote. Ja. Daarnaast is het echt iets van anderhalf jaar geleden sinds ik die camera's gebruikt heb. Dus ik heb echt geen idee meer hoe die dingen werken. Dus het ging ook het ging helemaal
Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Roland, ik wil jouw onderwerp al horen van. Mijn onderwerp? Ja, mijn onderwerp is eigenlijk gebaseerd op iets wat een discussie die deze week of afgelopen week weer op is gaan laaien. Want bekend is geworden dat Sergio Aguero gaat stoppen bij Manchester City. Hij vertrekt na het eind van dit seizoen. En wat is nou een discussie die altijd gevoerd wordt over Sergio Aguero in de Premier League? Is hij de beste Premier League spits? Zeg maar sinds het begin van de Premier League. Nee. Dus Premier League bestaat sinds 1992. Dus de First Division, wat het daarvoor was, de Engelse Eerste Divisie, die rekenen niet mee. Anders hadden we, hoe heet die ook alweer, van die Netflix-serie? Die schot of zo, toch? Ah, ja. Bedoel je Dalglish? Nee, dat was Ferguson. Een echte, maar... Huh? Ferguson was geen voetballer, toch? Ja, wel. Ferguson, dat was de naam. Heb je die Netflix-serie gezien? Nee. Nee. America, of Football's Coming Home of zo, heet die. Nou, moet ik nog kijken. Ja, maar in ieder geval... Ja. Om weer even terug te komen. Wie is de beste Premier League spits aller tijden? Thierry Henry. Punt. Akkoord. Ja. Gaan we daar allemaal akkoord mee zijn? Want ik wil eigenlijk ook Thierry Henry zeggen, maar... Ja, deze is heel makkelijk. Het is Thierry Henry. Wauw. Oké, nee, maar... Die zitten er in de discussie. Dat is wel een beetje kort door de bocht misschien. Ik vind het wel heel raar, want... Kijk, ik ben persoonlijk een heel groot fan van Thierry Henry. Is een van mijn favoriete voetballers. Waarschijnlijk gewoon mijn favoriete voetballer aller tijden. Was gigantisch fan van hem. Ben natuurlijk ook een Arsenal fan. Maar je hebt natuurlijk ook iemand als Alan Shearer in de discussie zitten. Die gewoon echt een hele goede goalscorer is. Ja, maar nee, niet de beste spits. Shearer zat echt in een... Ook in de... Ja... Net de tijd dat de Premier League ook niet echt op zijn allerbest was. En wel een hele goede spits, maar ook geen leuke speler om te zien of zo, Shearer. Wel echt een nee, maar... te maken. Een beetje Thomas Müller-achtig. Maar een hele goede spits. Dat is wel, hij scoorde doelpunten aan de lopende band. Ja. En dat bij een club als Newcastle, die gewoon nooit echt een super topclub is geweest, is toch wel indrukwekkend. Nee. Okay. Ja, het is fucking knap wat hij heeft gedaan. Maar ik zou Aguero een betere spits vinden dan Alan Shearer zelf. Aaron, wat wilde jij zeggen? Doe je magic is, wilde ik zeggen. Ga eens eventjes naar Google en dan topspitsen Premier League. Want ben ik al aan het doen. Ik heb er al een lijstje bij. Nee, Ik kan er een paar inderdaad... Ik wil tussendoor wel even één ding zeggen. Thierry Henry was mijn allereerste voetbalshirtje ooit. Hey, dat is een applausje waard. Netjes. Ja, toen ik 6 of 7 was, had ik zijn spitsshirt van Frankrijk. Nice. Ja. Thierry Henry vond ik echt vet. Hè. Dat is voor mij absoluut de beste spits van de Premier League. Maar laten we ook nog even het lijstje van andere topspitsen. Is goed. Ik heb even een kleine korte research gedaan. Ik heb even een lijstje erbij gepakt. Die eerste shirtje was, Luc? Nee. Maar de discussie die je over Henry wel kan voeren is het een echte spits? Want hij was natuurlijk grotendeels ook gewoon linksbuiten. En dan net als wat Aubameyang bij Arsenal op dit moment is. Wel een spits. Inverted forward, hoe ze dat zeggen in het Engels. Gewoon een linksbuiten die heel erg naar binnen trekt. Henry was wel eens. Hij startte wel vaak op links hoor. Maar... Henry heeft zijn beste periode wel echt gekend als spits. Dus daarom zou ik hem wel echt een spits noemen. Ja. Jongens, ik heb van Bleacher Report een artikel uit 2013, dus hij is al een beetje verouderd. Maar daar hebben zij de 15 beste spitsen aller tijden. Ik ga gewoon even de top 10 daarvan doornemen. Best strikers in de Premier League. Op 10 staat Didier Drogba. Robbie Fowler staat op 9. Op 8 Robin van Persie. 7 Jimmy Floyd Hasselbaink. Op 6 Gianfranco Zola. 5 Ruud van Nistelrooy. Dennis Bergkamp op 4. Is geen spits. Nee, zou ik ook... Ja, misschien een soort van valse spits of zo. Zou je hem kunnen omschrijven, maar... Ja, valse spits, denk ik. Hij speelde wel echt best wel achter Henry. Duikt wel veel de punten en zo in, maar hij is wel echt... Weet je hoeveel diepgang Henry had? Als je daar dan achter speelt, sta je nog steeds wel diep, hoor. Rooney is echt een valse spits. Wayne Rooney, dat is echt een valse spits. Bergkamp niet. Ja. Dat is ook nog wel iemand voor de discussie, hoor. Op 3 staat... Bergkamp, daar wordt echt wel veel over gezegd dat hij gewoon als aanvaller wordt meegeteld, hoor, in dat soort lijstjes. Op 3 staat Alan Shearer. 2 Thierry Henry.
En wie gokken jullie dat er op één staat? Oh, ze zegt toch niet... Rooney. Rooney of... Nee, ze gaan niet in 2013 al Aguero zeggen. Dat mag ik toch echt niet hopen. Erik Cantona. Cantona. Oh, Cantona. Ja, maar dat is First Division in principe. Hè? Dus dat... Toch? Grotendeels? Ja, weet ik eigenlijk. Hier staat, hij speelde... Nee. De Premier League was boosted by the arrival of Cantona at Manchester United for its first season back in 1992 en 1993. Wauw. Ja, dat klopt. Ja, dus... Zou sowieso mag niet meetellen. De eerste spits zijn. Ja, Cantona mag gewoon meetellen. Ja, kijk, ik vind Henry nog steeds een betere spits. Maar Cantona, die had wel de entertainmentwaarde. Ja, er ontbreken ook nog echt een paar belangrijke spitsen. Ik denk serieus dat Harry Kane ook wel in de top 10 zou kunnen staan. Ja, komen tegenwoordig wel. Ja. Het is dan een wat verouderd lijstje. Dus Harry Kane, die ik wordt heb, er dan inmiddels wel in genoemd. Aguero waarschijnlijk ook. Want ik heb een geüpdate lijstje ook nog, jongens. Die kunnen we ook nog even doornemen als jullie dat willen. Ik vind het leuker om zelf een beetje te bedenken. Dan dat we nee, is goed. Maar jullie zeiden van misschien mis je wat spelers. Dus ik heb daarom, pak ze er even bij. Ik heb hier een andere lijst van dan sports. Zijn ze, als we spelers missen, dan zijn ze niet belangrijk genoeg voor ons. Nee. Exact. Ja, maar goed, je weet ook mijn voetbalkennis en die is best wel gematigd. Dus voor mij is dit jij lijstje mag, jij mag een lijstje handig. Erbij pakken. En dan, vinden jullie af en toe van een naam Conversie dan? Snake. Nee hoor. Als Arsenal-fan, echt zieke fan van Van Persie geweest. Ben nog steeds echt wel fan van hem. Van Persie is Premier League tijd ook vooral bedoel ik. Ja, hij was geweldig. Hij heeft echt bijna in zijn eentje toen ook meteen United kampioen geschoten. Met ik weet niet hoeveel doelpunten die had, maar ik denk boven de 30 wel dat seizoen. Ja, hij was echt zo immens goed. Volgens mij net iets rond. Dat waren echt tafelkleden bijna. Picknick. Ja, al die shirts die waren echt lelijk. Maar ja, hij heeft het daar wel goed gedaan in die periode. En bij Arsenal was hij al echt een beest. Echt een topspits. Je kan zeggen over Van Persie wat je wil, maar het is gewoon echt een topspits geweest. Maar Luc, weet je wat het is? Met Henry. Als je naar keek, dat ik in ieder geval. Volgens mij val ik weer weg. Nee. Ik hoor heel eventjes vast. Maar ja, nee, maar als je daar dus als kind naar keek, dan kwam er een soort innerlijke vreugde in je naar boven. En daar konden maar heel weinig spelers voor zorgen. Dat was... Met Ronaldinho was dat bijvoorbeeld ook zo, had ik dat ook. En Henry was ook zo'n speler die dat je gaf. En daar begon je gewoon van binnen helemaal van te stralen. En met heel veel voetballers had ik dat niet. Dus hij maakte veel goals. Maar zijn speelstijl was daarnaast ook gewoon een verrijking voor het voetbal. Laat ik het maar zo zeggen. Nou. Ik weet niet hoe jullie dat beleefd hebben. Nee, hetzelfde. Zoals ik al zei, Henry is waarschijnlijk gewoon mijn favoriete voetballer aller tijden. Dus... Ja, er is geen speler die ik zo vet vind als hij. En ja, de manier waarop hij eigenlijk een verdediging uit elkaar wist te trekken en zijn looplijn en dat soort dingen. Dat is briljant. Dat is een geweldige voetballer. En, ja, het vette van Henry is ook echt dat hij heeft geen zwakke punten. Hij is echt mokersterk. Degene die mij een klein beetje aan Henry doet denken nu, aan een jonge Henry, is toch Kylian Mbappé. Ook gewoon de fysieke... kracht hebben en de pure snelheid, maar ook gewoon echt de samba moves. En Henry was ook met vrije trappen bijvoorbeeld gewoon en gewoon hoe hij schoten kon plaatsen van afstand, dat doelpunt tegen United, dat hij wegdraait, uit te draaien, de bal omhoog wipt en in de verre kruising legt. Zo fucking prachtig. Ook een doelpunt tegen Spurs, dat hij heel dat team, hij pakt zelf de bal en gaat vanaf de midlijn heel dat team langs en schuift hem binnen in de Noord-London derby. Maar jij zegt dat Bergkamp geen spits is, Remy. Maar die combi, dat duo, zeg maar, Bergkamp-Henry, dat heeft het wel geboost, zeg maar. Dat heeft Henry ook wel gemaakt wie hij uiteindelijk is geworden. Ja, Bergkamp was ook een hele goede aangever. Maar het was niet iemand die echt naast Henry speelde. Het was meer iemand die de diepte opzocht bij Henry. Ja, dus ik zou niet zeggen dat Bergkamp een spits is, maar het is een topspits. Jij zegt Henry... Bergkamp stond niet in de punt bij Arsenal. Nou ja, maar ja, Henry kon een beetje alle kanten op, zeg je. Maar dat gaf juist Bergkamp de ruimte om in die punt te komen ook af en toe. En dat deed hij echt wel vaak, hoor.
Dat deed hij echt wel vaak. Ja, ik kwam inderdaad wel veel in de 16 Bergkamp. Het is gewoon een hele aanvallende middenvelder. Maar dat ik bijvoorbeeld een Siem de Jong of zo vond ik ook geen spits. En die speelde ook altijd aanvallend op het middenveld. En dook ook vaak daarop. Maar ik zou niet Siem de Jong met Bergkamp gaan vergelijken. Nee, dat sowieso niet. Maar qua positie kan ik dat best doen. Nou, maar dan vraag ik me wel af. Weet je, als je al die namen hoort, waar past Sergio Aguero dan in dat rijtje? Ja. Ergens, ik had hem liever bij een ander team gezien, maar dat is persoonlijk. Ik had hem, hij gaat nu weg bij City natuurlijk. Dus nou. ik weet niet, dat is misschien voor een andere keer. Ik denk dat hij misschien wel naar Spanje kan gaan. Ik weet niet. Moet hij in de top 10 komen? Ja. Ja, hij moet wel in de top 10 staan. Dat vind ik van wel. Het is zo'n fantastische spits geweest voor Manchester City. Hij gaat ook een standbeeld krijgen. Volkomen terecht, naar mijn mening. Ja? Luister. Aguero, je kan zeggen over hem wat je wilt, maar het is gewoon wel echt een topspits. En hij heeft echt als je David Silva een standbeeld geeft, dan moet je Aguero er ook zeker eentje geven. Daarom. Eigenlijk moet Balotelli ook een standbeeld krijgen bij Manchester City. Want ja, ik denk dat niemand dat iconische moment zal vergeten. Balotelli. Aguero! Schitterend. Zegt mij helemaal niks. Ik volg Engels voetbal ook vrijwel niet. Oh, Luc, je mist dingen. Je mist echt iets. Dat was schitterend. Ik zal het even uitleggen voor de mensen die dat nooit meegekregen hebben. Ik weet niet meer precies welk seizoen het was. Maar in ieder geval, het ging tot op de laatste dag. Ging het tussen Manchester United en Manchester City. Nou, Manchester United was klaar. Had gewonnen. Stond dus bovenaan. En Manchester City die moest nog, nou wat was het, 2-3 minuutjes voetballen. Dus heel Manchester United zag je op het veld staan, zag je kijken van, nou oké, wat gaan zij doen? Nou, het stond gelijk, dus dat zou betekenen dat Manchester United kampioen zou worden. In de allerlaatste minuut heeft Balotelli de bal, komt de 16 meter in, legt de bal af op Aguero en zijn goal. Hij scoort, Manchester City wint, staan daardoor boven Manchester United, pak op de valreep de titel. 2012 was het. Was dat 2012? Ja. Oh, dat. Kijk, ik ben geen Manchester City fan. Ik heb heel veel meningen over dat soort teams in het voetbal. Die maar een beetje met geld smijten en met grote geldschieters en dat soort dingen. Maar dat was me toch echt een fantastisch moment. En liet me echt weer duidelijk maken waarom ik zoveel van voetbal hou. En waarom ik zo van de Premier League hou. Ja man, zo ontzettend episch inderdaad. Een van de meest epische voetbalmomenten uit de historie ook wel. Samen met de Troy Deeney goal bijvoorbeeld. Ga dat opzoeken als je meer over Premier League wil weten. Maar even terugkomend op de discussie. Wanneer is deze discussie goed afgesloten? Als we zelf een top 10 hebben samengesteld, als we eruit zijn wie de beste spits is. Wie de beste spits is van de Premier League. Daar dat zijn is de we vraag. Al wel redelijk uit. Ja, maar daar als Bergkamp maar niet in de top 10 komt te staan voor spitsen, die zou in mijn top 5 middenvelders sowieso staan. Als Bergkamp niet in de top 10 spitsen komt te staan, dan ben ik down met die lijst. Het ging er eigenlijk om wie de beste spits in de Premier League was. Nou waren we daar al heel snel over uit dat het Henry was. En ik dacht, ik gooi nog een paar balletjes op. Maar we zijn het blijkbaar allemaal eens over dat Henry gewoon de beste spits. Peter Crouch. Legend. Op zich. Ik vind Peter Crouch wel vet. Maar ja, ik heb heel veel respect voor die man hoor. Ja, ik heb respect voor elke voetballer. Ik bedoel, ik heb gisteren ook weer even geprobeerd. Ging weer helemaal nergens over. Is Luc eigenlijk stiekem de beste spits van de Premier League? De Drentse Zlatan. Ja, de Drentse Zlatan. Wat dacht je daarvan? Ja, netjes. Wanneer je Zlatan via AliExpress besteld? Can you get me? Kijk, we zijn het er dus gewoon over eens. Henry is de beste spits in de Premier League. In ieder geval tot nu toe. Misschien dat Mbappé over 5 jaar zegt van, ik ga bij Arsenal voetballen. Alsjeblieft, Kylian. Nee, nooit van zijn leven. Echt, absoluut niet. Ja, en er gaan nu ook geruchten dat Haaland volgend seizoen misschien in de Premier League gaat voetballen. Nou, dat zou ook gelijk. Ja, dat gaat niet bij Arsenal. Nee. Niet bij Arsenal, tuurlijk niet. Maar 180 mil. Kijk, als hij doorgaat zoals hij nu doet, dan wordt hij waarschijnlijk over een aantal jaar ook gegarandeerd genoemd in de lijst van beste spitsen aller tijden in de Premier League. Ja, maar dat zeiden we vorig jaar toch ook over Timo Werner. Kijk even hoe hij bij Chelsea gaat. Gaat niet zo lekker.
Ja, gaat ik niet zou op... het niet over Timo Werner zeggen ook, dat hij gegarandeerd goed zou zijn. Hij heeft best wisselvallige seizoenen gehad. Hij had wel een extreem goed seizoen, zijn laatste seizoen bij Leipzig, zeggen, waardoor de verwachtingen wat hoger werden. Maar ik verwachtte niet dat hij het level van Mbappé of zo gaat halen, of Lewandowski of Suarez. Ik had ook niet verwacht dat hij de nieuwe Drogba zou worden voor Chelsea, wat toch een aantal fans zeiden van, ja, hier hebben we weer een topspit. Maar feit is gewoon, topspitsen die slagen gewoon niet bij Chelsea. Klinkt... Ja. Ja, Didier Drogba stond wel in die lijst. Ja, Drogba wel. Maar Drogba kwam naar Chelsea toen hij nog niet, ja, super bekend was of zo. Hij stond nog niet echt te boeken als echt een topspits. Nee, en hij is eigenlijk groot geworden bij Chelsea. Ja. Terwijl als je ziet, de topspitsen die Chelsea heeft aangetrokken, dus een Fernando Torres, Timo Werner, Shevchenko. Olivier Giroud, exact. Dat loopt gewoon niet. Op Fernando de Torres bij Liverpool. Fernando Torres. Ik net inderdaad ook aan te denken. Waarom staat hij niet in het rijtje? Want die had zo'n eng goed seizoen. Maar en Suarez natuurlijk staat ook niet in het rijtje van de beste Premier League spitsen. Maar die hebben denk maar ik Suarez had zijn, in. Suarez had zijn beste tijd al eerder in Spanje, of zeg ik dan iets heel gek? Maar ja. Zijn laatste seizoen Liverpool, dat ze bijna kampioen werden ook nog met Gerrard. En Sturridge was zo goed ook. Daniel Sturridge en Suarez met z'n tweeën in de punt. Waren echt moeilijk goed. Dat was echt ongelooflijk. Een trick van Suarez tegen Norwich City. Eentje met een enge solo. Een vanaf de middenlijn. Hij scoorde ieder jaar een hat-trick tegen Norwich. Ja. ook echt een mega spits. Nee, maar Luc, voordat Suarez naar Barcelona ging. Ja, ik denk wel dat zijn beste tijd in Liverpool is geweest. En ook qua goals die hij heeft gemaakt. Qua competitie Impact. Sowieso. Tegenstanders. Maar bij Barcelona is het echt heel langzaam een beetje zo gegaan. En nu bij Atletico weer... Bij Atletico is hij echt nu weer een topseizoen. Ja, doet hij het gewoon ineens weer heel goed. Ja. Even jullie deel trouwens even laten om zelf af te ronden. Niet per se, maar om het uitstapje af te ronden. Denken jullie dat Atletico kan gaan winnen de Liga dit seizoen? Ik denk dat ze het weggeven. Ja, ik denk dat ze het kunnen redden, maar... Dan moeten ze wel de concentratie aan. Hoeveel punten verschil? Twee of drie punten staan ze boven Barça. Het is zaterdag, de dag waarop we het opnemen. Ik ben niet gevoetbald, dus dat maakt niet zoveel uit. Jawel, er wordt vanaf vandaag al gevoetbald weer, hoor. Vanaf dit weekend. Er wordt weer gevoetbald, hè? Ja, ik check de standen wel even. Ze staan vier punten voor Barcelona, evenveel wedstrijden gespeeld. Oké. Atletico Madrid. Ik denk dat ze het weg gaan geven nog. Ze stonden 13 punten of zo voor op een gegeven moment. Ja, dat is wel zo. En toen hadden ze zelfs nog wedstrijden in te halen. Ze zijn echt de afgelopen tijd zijn ze echt een stuk minder gegaan. Ja, dus in de breedte van de selectie is het ook niet zo geweldig of zo, Atleti. Ze hebben wel leuke spelers op de bank zitten, maar niet echt dat je denkt echt Champions League pakken. Want Barcelona is niet bepaald in vorm, Real Madrid... Het hele seizoen ook al niet heel erg. Nee, maar Barcelona is langzamerhand het seizoen... zijn ze steeds beter gaan voetballen, vind ik. Ja, maar dat lijkt zo. Maar dat team is zo instabiel als maar kan. Ja, dat is waar, maar ik denk wel dat ze... Zodra ze achterkomen tegen een moeilijke tegenstander... Heb je ook in de Champions League gezien... Dan wordt het gewoon heel moeilijk voor ze. Ik denk dat Barça er nog wel mee vandoor gaat op het einde van de rit. Sterker nog, ik wil je wel even een klein leuk bedje opzetten... en dat we dan doorgaan naar het volgende onderwerp. Ik werd een pizza dat Barça kampioen wordt in La Liga dit seizoen. Ja, ik ga daar niet tegenin natuurlijk. Want ik heb net zelf ook gezegd dat ik denk dat Barça kampioen wordt. Maar laat me dan gewoon voor de lol mijn mening even switchen. En zeggen van, Atleti gaat hem toch pakken. Gewoon puur om die pizza te winnen. Anders krijg je een pizzatje van mij. Roli, wat denk jij? Dat is wel een goede vraag. Weet je wat, ik ga voor de controversiële antwoord. Real gaat hem pakken. Real Madrid, maar ja, dan moet ik Sevilla zeggen. Sociedad. Sevilla is daar met 55 punten wel erg ver weg. Oké. Madrid zou ik dan ga ik me wel aansluiten bij een van jullie. Mm-hmm, dat is goed. Laat ik dan maar... Ondanks dat ik het niet zie gebeuren, moet ik het wel doen voor mijn clubje. Ga ik toch voor Barcelona. Is goed, als Barça kampioen wordt, dan krijgen wij pizza, Aron. Roland haalt dan een pizza voor Aron en ik voor Luc. Ja, ik vind dat helemaal prima. Het gaat niet om zo'n smerige restaurantenpizza, hè? Ananas. Nee. Vijf stuks.
Oh ja. Ja, sorry jongens, ik ga het gewoon kapen. Het is tijd voor de discussie. Pizza Hawaii, go of no go? Go. Nee, die doen we een andere keer, want dan ga ik uitleggen waarom het echt niet kan. Nee, dit is het perfecte moment juist, dat Remy en ik zaten gisteravond, zaten we hier namelijk over te praten. En wij waren allebei gewoon voor. En nu dat we letterlijk in hetzelfde huis zitten, is dat alleen maar meer reden om nu helemaal daarover los te gaan. Ja, het ding is ook wel, ik weet dat het niet hoort, weet je, pizza ananas. Maar het is gewoon echt wel lekker. Je houdt gewoon van de controverse. Jullie zijn echt... Nou, dat niet per se. Maar ik vind het gewoon lekker. Pizza ik vertrouw mijn smaakpapillen, man. Dat is het enige wat ik vertrouw in deze wereld. Het gaat om principes. Gewoon echt principes. Het is echt een schande tegenover de Italiaanse keuken om ananas op je pizza te gooien. Hoe kun je dat nou zeggen? Het komt letterlijk oorspronkelijk uit Italië. Ik zou in Italië geen ananas op mijn pizza gooien, maar in Nederland, weet je. Roland, ik heb hier onderzoek naar gedaan. Het was een eilandje in Italië wat ooit begonnen is met de Pizza Hawaii. Ja, dus... het is een eilandje, niet Italië zelf. Als het bij Italië hoort, dan is het toch gewoon... Nee, zo werkt het niet. Dus zo werkt het wel. Hawaii is trouwens geen eiland van Italië, hè? Hoort bij de Verenigde Staten. Dat deed ik, daar ben ik me van bewust. Oh, echt waar? Daar twijfel ik nog wel eens over. Wisten jullie dat bij Hawaii de hoogste vulkaan die voor een groot gedeelte onder water ligt, ter wereld ligt? Even een fun fact. We gaan weer door met de show. Ja, exact. Laten we gewoon weer doorgaan naar het volgende onderwerp. Die pizza Hawaii gaan we het nog wel een keer over hebben. Waarom maken we dat niet gewoon het volgende Waarom onderwerp? Waarom maken we dat niet gewoon het volgende onderwerp? Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Kunnen we doen? Of heeft iemand maar anders... We zitten al in het onderwerp, toch? Ja, Roland, ga van start. Ja. We zitten er Waarom in. Is pizza Hawaii gewoon helemaal niks? Luister, wie gaat er nou fucking ananas op pizza gooien? Gedraag je. Roland. Heb je ooit een pizza Hawaii gegeten? Ja. Waar zijn je principes dan? Ik heb een stukje gegeten. Ik heb hem niet zelf besteld, maar ik heb een stukje gegeten. En? Dat is het. Ik denk de meeste wel toch? Anders weet je niet of het lekker is. Exact. Kijk, had hij echt geen recht van spreken gehad ook. Nee, tuurlijk. Nee, maar kijk. Op zich, qua smaak, is ananas niet erg. Weet je, dat kan bij heel veel gerechten passen. Bijvoorbeeld, je ziet ook heel veel dat mensen in kip curry ook een beetje ananas doen of iets dergelijks. Ja, dat is ook lekker. Dat is lekker, inderdaad heel erg lekker. Maar, vanuit zure een... Zure kool met ananas. Oh. Oké, dat zou ik een keer moeten proberen. Klinkt levels. Intrigerend, maar oké. Okay. Maar op een pizza, luister... Dat is gewoon niet oké tegenover de Italiaanse keuken. Echt niet. Bro, zij doen allerlei gekke shit in hun eten. Dus waarom niet ananas op een pizza? En waarom zou het niet mogen? Ik heb pizza's gezien met Nutella erop, weet ik veel. Precies, dat zijn dessertpizza's. Dat is nog een ander verhaal. Ik heb mijn uitleg waarom geen ananas? Waarom ben je zo anti-ananas? En waarom alle anderen, pepperoni kan er gewoon op, waarom ananas niet? Ik wou zeggen, het gaat hier om dat principe van Roland dat niet helemaal klopt. Sorry. Ja, weet je wat het is? Want ik snap Roland ook wel ergens. Maar weet je wat het nou is? Voor mij is het heel erg... Je hebt twee soorten pizza's. Je hebt een Italiaanse bodem en een Amerikaanse bodem. En ananas op een pizza met een Amerikaanse bodem... is voor mijn gevoel normaal. Ik vind het echt nasty as fuck. Maar ja, als je het lekker vindt, doe je ding. Maar je kan niet ananas op een Italiaanse dunne bodem leggen en daarmee eigenlijk tegelijkertijd zeggen, fuck jullie cultuur. Exact. Maar waarom zeg je fuck jullie cultuur door inderdaad. Ananas op een pizza te gooien? Nou ja, dat, ik snap jullie. Ja, ik snap vind het. Dat kun je luister. Gewoon niet maken op zo'n dunne bodem, man. Dat krijg je in Italië, voor mijn gevoel in ieder geval, ook niet. Ja, je kan vast wel ergens in Italië. Weet je wat voor gekke pizza's ik gewoon in Italië standaard heb kunnen krijgen? Gewoon echt bij veel Italiaanse pizzeria's. Nou, zeg het eens. Je hebt pizza woestel, wat gewoon fucking worst is. Gewoon echt plakjes hotdog eigenlijk op pizza. Pizza. Ja, Italiaanse worst maken ze wel heel veel pizza's mee, hè? Dit is niet Italiaanse worst. Het is gewoon echt letterlijk Amerikaanse hotdog. Braadworst. Ja, precies, braadworst als ze eroverheen snijden. Wat je ook hebt, en dit is geen grap, maar dit zie je heel vaak, pizza Hollandia. Wat gewoon letterlijk is,
Italiaanse pizza, Italiaanse bodem, met patat en worst. Maar op de is pizza. Maar is dat dan omdat... Kijk hem verbaasd. Omdat het echt een Italiaans pizzahuis is, wat zijn gewoon we nou echt nog Italiaans bij kater, productie kater ontbijten? Of? Nee, ik maak geen grappen hier. Maar is dat niet gewoon iets wat ze dan maken voor toeristen? Want als jij op een toeristenplaats komt, dan heb je zoveel dingen die er eigenlijk niet thuis zijn. In Albufeira kun je bitterballen krijgen. Luister. In Portugal kun je verder bitterballen krijgen. In Italië, zeg maar, het plekje waar ik altijd heen ging vroeger, in Caldonazzo. Vanaf daar gingen wij, zeg maar, altijd, was er één pizzeria gewoon echt in de bergen. Niet in een stadje, helemaal niet in het toeristengebied, gewoon echt bovenop een fucking berg. Waar wij altijd naartoe gingen, omdat het de lekkerste pizzeria was die we daar ooit gehad hebben. En dat was een pizzeria, die was echt al bijna 100 jaar was die gaande. Want het was gewoon een familiebedrijf, was echt van vader op zoon en zo de hele tijd door. Daar is gewoon standaard pizza Hollandia, wat gewoon dat was. En ook in toeristenplaatsjes heb je ze bijvoorbeeld ook. Je hebt ze er fucking veel. Weet je waar je ze niet vindt? Dan eet je niet bij de goede plekjes, Luc. Nee, als je in ook dat. Bent. Ik neem jou een keertje mee naar deze. Ik zweer het. Dat is de beste pizza die je ooit hebt gehad in je leven. Is goed, Luc, met je. Weet je waar ik kan garanderen dat je ze niet vindt? In de geboorteplaats van de pizza. Napels. Omdat? Goede pizza's zijn daar sowieso aanwezig. We zijn allebei geweest. Echt hele goede pizza's. Maar kijk ieder menu daar en je vindt geen Pizza Hawaii. Je vindt geen Pizza Hollandia. Het is gewoon echt Italiaanse pizza zoals het hoort te zijn. En ik ben het verder wel met Aaron eens hoor. Als je een Amerikaanse bodem hebt, gooi erop wat je wil. Want dat is het hele concept van de Amerikaanse pizza. Ja. Maar Italiaanse pizza is Italiaanse pizza. En daar ga jij niet ananas of patat of knap. Maar ja, jongens, wat ik dus, de vraag waar ik nog steeds niet duidelijk antwoord op heb gekregen, is eigenlijk waarom het zo beledigend is om ananas op een pizza te gooien. Want ik stel me ook voor, vraag waarom het is aan het Italianen. Voor een, ik heb een half een jaar cultuur in Barcelona gestudeerd met superveel Italiaanse vrienden die ik daar heb gemaakt. Nou, ze kijken je met rode ogen aan als je over ananas op een pizza begint. Ja, dat ze snap kijken ik je al boos aan als je over pasta met kip begint, hè? Dat is voor mij heel normaal. Ja. Maar wat ik ook denk is, stel je pakt echt een typisch Nederlands gerecht of zo. Boterhammetje hagelslag, laten we zeggen, oké. Okay? En je ziet dat iemand in Engeland, in de Britse, in Engeland een boterham neemt met marmalade en hagelslag. Dan voel ik niet echt, dan denk ik wel, gadverdamme. Maar dan voel ik me niet mijn cultuur gedisrespect of zo. Dan denk ik van, we doen er maar een eigen ding mee. Daar zit dan een groot verschil, want de Nederlandse keuken is ten eerste gewoon totaal niet bijzonder. Tweede, we geven er gewoon niet heel veel om. Ten derde, het is niet echt verwoven met onze cultuur. Terwijl de Italiaanse keuken is een van de meest... Je gaat toch niet hagelslag vergelijken met fucking pizza? Nee, nou, exact. Dat doe ik net wel. De Italiaanse keuken is zo'n cruciaal onderdeel van die cultuur. En het is een van de meest prominente keukens in de wereld. Het is een van de... Dat snap ik wel. Dat wij geen keuken hebben, daar kunnen wij ook niet zoveel aan doen. Nee, wij hebben hele lekkere pannenkoeken en we hebben... Ik wou net stamppot zeggen, volgens mij is de Hollandse keuken met stamppot ook gewoon best wel speciaal. Niet zo wereldwijd bekend als de Italiaanse keuken bij Fine. Nee, ik denk niet dat ze in Spanje... Wij hebben stroopwafels en meer hebben we niet nodig. Stroopwafels zijn wel echt lit, maar... Kijk, het punt is, zeg maar, de Italiaanse keuken is zo iconisch. Ik zie Italiaanse chefs... Die iemand als Gordon Ramsay, weet je, een van de grootste topchefs ter wereld, die ze gewoon helemaal kapot maken, omdat hij in zijn carbonara geen varkenswang gebruikt, maar gewoon spek. Dat is alles wat je moet weten over de Italiaanse keuken. Het gaat om de details, het gaat om principes. En als jij die principes overschrijdt, dan voelen ze zich beledigd. Moet je maar naar een pizzeria in Napels gaan en dan vragen of je ananas op je pizza mag hebben. Ik denk dat je per direct uit de pizzeria gesmeten wordt. Ze zijn extreem passionate daarover natuurlijk, over eten, Italianen altijd. Maar ja, ik vind het altijd mooi dat het mooie van de Italiaanse mensen, dat ze zo enorm veel passie hebben in alles eigenlijk wat ze doen. Maar ik denk ook wel van ja, als je dan ananas op een pizza, waarom zou je daar een probleem van maken? Waarom zou je zo... Ik denk dat ze net zo hard tegen je zouden schreeuwen als hoe die Italiaanse voetballers het volkslied zingen voor de wedstrijd. Ja, voor...
Ik wil even terug naar Roland. Want Roland, zijn betekenis van koken, ik denk dat daar misschien wel de nuance ligt. Roland die zegt, het gaat om de details, het gaat om dit, het gaat om dat. Daar ben ik niet met je eens. Koken is de kunst van het combineren en mixen van ingrediënten. Mm-hmm. Niet per se. Hij heeft op Wikipedia koken ingetikt. Ja. Die ook staan open, ja. Maar dat is wel daadwerkelijk. Nee, maar dat is wel wat koken is. Dat is hoe ik het ook altijd zie van het combineren. Bro, van je zit de kamer naast hem, Remy. Ga er even wat van zeggen. Ja, geef hem even een klap op zijn achterhoofd. Hey, maar stop. Remy, die komt altijd aanzetten met zijn super broodje, mozzarella ding, weet je wel, die Italiaans bol. Wat ook gewoon iets is, wat hij waarschijnlijk gewoon een keer heeft ontdekt toen dat hij een lekker broodje aan het maken was. En dat is vervolgens een specialiteit geworden. Dat is hoe gerechten ontstaan. Ik heb het wel letterlijk uit Napels gejat trouwens hoor, dat broodje een beetje naast het broodje. Maar goed, het neemt niet weg. Koken is letterlijk de kunst van het combineren van ingrediënten. Nee, en maar dat klopt. Vanuit dat principe zou een pizza Hawaii net zo goed moeten kunnen als een pizza met aardbeien. Het zou in principe moeten kunnen, maar ja, als je het proeft en je denkt, dit is het niet, en dat denken heel veel mensen, dan kom je toch ook tot de conclusie. Het valt dus onwijs mee trouwens, hoeveel mensen dat denken. Maar Luc, dan stel ik je deze vraag. Zou jij, kijk, tuurlijk, het is combineren van dingen, combineren van ingrediënten en je maakt dan een gerecht. Maar ga jij boerenkool in je curry gooien? Nou, ik zeg je gewoon heel eerlijk. Ik gooi wel eens curry door de boerenkool, ja. Gewoon currysaus. Nee. Bro, luister. Ja, ik denk dat het niet zo heel raar, maar dat doe ik. Laat zien dat maar gewoon. Kom vechten dan. Oh. Je bent echt schande, bro. Weet je, was het ook wel hier en daar. Ja, heerlijk, man. Oh, mosterd? Man. Ja? Wacht heel even. En wat wil jij dan weer? Slaan! Gewoon een hoek! Man. Zwaar gelijk. Je weet het! Jongen. Ja, nee, sorry Luc, maar dit kan echt niet. Dit is gewoon echt... Door je boerenkool. Ik zit wel ook te denken trouwens, Aaron, zouden Italianen niet heel erg boos op ons worden dat wij truffel mayonaise combineren met mozzarella? Waarom? Is dat misschien een dingetje? Ja, omdat dat is niet iets wat ik op mijn mozzarella bollen had in Italië, in Napels. Daar deden ze nooit truffel mayonaise of zo erop. Doe ik wel, misschien is dat een enge belediging. Dus hey... ik ben ook geen Italiaan, maar volgens mij is dat prima toch? Wat smeerden ze er daarop dan? Gewoon niks, geen saus pesto of zo. Ja, wel pesto. Sowieso wel pesto. Ja, pesto dus alleen maar pesto op alles in Napels ook, sowieso. Oké. Pesto Napolitano. Dat kwam inderdaad wel heel veel voor daar, ja, pesto. Maar kijk, ik wil eigenlijk weer het boerenkool en curry verhaal doen, maar ja, hè, dat doet Luc dus gewoon, want Luc is gewoon een smeerlap van de bovenste plank, blijkbaar. Ik heb laatst echt een hele bizarre omelet gemaakt en ik zweer, hij smaakt gewoon goed. Hij smaakt echt heel lekker. Weet je, ik ben gewoon benieuwd wat erin zat. Ja? Ja. Nou, het begon gewoon zeg maar als een omelet, want ik had nog een paar eitjes liggen. Mm-hmm. Ik dacht van, omdat ik probeerde zoveel mogelijk glutenvrij te eten vorige maand. Ook. En toen dacht ik van, oké, omeletje, prima. Daar nog een beetje kaas doorheen, dat je een beetje frittata omelet idee krijgt, prima. Mm-hmm. En nou, uiteindelijk alles geflipt en het leek gewoon goed te gaan. En ergens in mijn hoofd had ik niet meer door dat het ging om een omelet, want hij begon heel erg te lijken op een pannenkoek. En ergens in mijn hoofd heb ik toen gedacht van, oh, als ik hier nu toch een lekkere crepe aan het maken ben, kan dan nog wel een beetje een beetje Nutella en een beetje jam bij. Dus dan kan het rijk op een bord gelegd. ik was deze omelet aan het eten. En ik zweer, ik kom weer naar je toe. Ik zweer het. Dit was echt een super lekkere omelet. Het staat even aan de gast. Oh mijn god. Ik moet zo meteen echt naar de wc om even op mijn nek te gaan. Ja, wat voor de duidelijkheid, hel, voor de mensen die alleen maar aan het luisteren zijn, Luc lacht, maar de rest niet. De rest helpt.
Ja, maar echt. Kijk, en dit soort shit is dus de reden dat jouw mening over ananas op pizza compleet irrelevant is. Ananas op pizza is gewoon lekker. Je hebt jezelf gedisqualificeerd. Nee. Met deze ananas op pizza is heerlijk. Mee eens. Absoluut mee eens. Zeker niet kan, mijn laatste verhaal. Het enige wat niet kan is kiwi op pizza. Nee, kiwi kan dan weer. Nee, ananas wel. Als alles kan, waarom kan dit, kiwi dan weer discriminatie? Kiwi kan, kiwi kan eigenlijk ook wel. Je moet doen wat je lekker vindt. Ananas op pizza is gewoon lekker. En trouwens, dat is even het grootste crux van mijn argument, waarom de smaak goed is. Om het daar terug naartoe te halen. Ananas op pizza is lekker omdat je het sweet and savory principe hebt. Oftewel, het is zoet, maar het is ook een beetje, het is ook een beetje zoutig. En dat is wat heel veel mensen gewoon altijd hebben. Een beetje hetzelfde als sausje erop. Heb je hetzelfde. Een beetje hetzelfde. Maar dat vinden Italianen dus ook verschrikkelijk, hè? Barbecue saus op je pizza. Op een beetje Amerikaanse pizza. Nee, ik snap wel wat ik snap wel wat Luc zegt met dat sweet and savory, want het is een beetje hetzelfde als ei met Nutella, weet je? Dat... Het werkt gewoon goed, zeer. Nee, ik zweer. Ik balk echt van jou. Ja, ongelooflijk. Ik ga straks een eitje maken, man. Reem, Roly, voor hoeveel zouden jullie... voor hoeveel zouden jullie dat eten? Ja, gewoon wat? Voor niks. 17.000. Oh, voor niks, dan maak ik hem zo voor. 17.000 euro. Oh, man. Jullie zijn helemaal shocked. Shocked. Ja. Nee, maar kijk, ik... Ananas op pizza, als het een Amerikaanse pizza is, prima. Italiaanse pizza, no way, Jose. Waarom? Oké. Pizza calzone. Is Italiaans. Ja? Waarom kan het daar niet in? Het is Italiaans. Ja, ja? Kan wel. Dat is, we snappen allemaal dat het er wel in kan, maar het is toch ook gewoon een Italiaanse bodem. Maar dan niet zo, maar zo. Ja, maar waarom... Ja. Ik snap ook... Ik kan er bij mijn kop niet bij, waarom zou het niet op een Italiaanse pizza mogen? Een Italiaanse bodem. Waarom daarop niet, maar wel Amerikaanse wel? Aan een Italiaan. Luc, ga jij een keertje nog in Italië op vakantie? Ga jij daar gewoon steekproeven doen? Ananas op een Italiaanse pizza? Ik kan je beloven, rukvakantie. Als jullie de reis financieren, dan ga ik dit onderzoek uitvoeren. Ik heb een beter idee. We, als de podcast een beetje groot wordt, want we hebben nu al bijna miljoenen volgers, weet je. Maar als we echt miljoenen volgers hebben, dan nodigen we een keer Andrea Bocelli uit. Gewoon om mee te podcasten. En dan kan Luc in zangstem vragen of het oké is om ananas op een pizza te eten. Ja, en dan antwoordt hij ook weer terug in opera-stijl. Ja, dat zou een prachtig gesprek worden. Ja, jongens. Moeten we nog net wat groter worden? Dus jongens, volg ons op Instagram, @klavertje4podcast. En abonneer even op YouTube, als je nou toch aan het luisteren bent. Het is helemaal gratis. Doe nou even ook op die abonneren. Ja, abonneer op YouTube. Abonneer. En ring die bel toch? 100%. Notifications, zet het aan. Doe eens even normaal. Okay, en volg ons. In ieder geval, sorry jongens dat ik deze podcast gekaapt heb met mijn... Pizza Hawaii discussie. Het kwam er gewoon spontaan uit. Het moest even behandeld worden. Het mag dus. Goed dat we daar uit zijn met z'n allen. Aaron, vorige week hebben we jouw onderwerp helemaal overgeslagen. Omdat we al zo super, super lang gingen. Dus pak jij hem over deze keer. Ja. Ik heb die van de vorige keer gewoon rustig bewaard. En ik zei, we hebben er iedere dag mee te maken. Oh ja. Ja, dat is ook zo. Want we zitten, denk ik, iedere dag wel... achter onze laptop of in de weer met onze mobieltjes. Dus ik vroeg me af, moeten we nou Apple hebben of moeten we Android hebben? Oeh. Android. Motorola. Android, ja. Motorola. Ik heb gewoon een Motorola, Remy ook. Wij weten nooit welke mobiel van wie is, omdat we altijd in de war raken. Nee, ik heb hier een heel gemakkelijk antwoord op. Onder de 50. Neem je Android, boven de 50 neem je Apple. Als je rijk genoeg bent. Ja. Nee, niet per se, om rijk. Ik heb zelf nu ook een MacBook, maar ik vind dat gewoon... Ik heb heel veel Windows laptops gehad, maar een MacBook is gewoon een beetje een layout voor zodat de debiel het snapt. Zo voelt het voor mij een beetje. Dat is heel makkelijk te gebruiken. En dat is precies mijn argument waarom Apple voor boven de 50 is. Mensen die wat minder technisch zijn aangelegd, en dat toch, zijn toch vaak een beetje je opa's en oma's, die dat nog wat minder begrijpen. Of de ouderen. Geef die iets van Apple.
En die komen eruit. Die komen er wel uit. Want het is gewoon simpel. Het is simpel, het is gemakkelijk, het is gebruiksvriendelijk. En het is vooral heel erg gemakzuchtig. Android is wat dat betreft een stukje moeilijker soms om te gebruiken. Er zit net ietsjes meer achter wat je even moet doorhebben. Maar wanneer je dat doorhebt, heb je zoveel meer mogelijkheden. Kun je er gewoon veel meer mee. Heb je er veel meer profijt van op de lange baan ook. En dat is wel wat ik zeg. Nou weet jij er bijvoorbeeld heel veel over. Hè? Maar dat niet iedereen weet dat bijvoorbeeld. Maar dat hoeft ook niet per se. Nee, dat klopt. Nee, kijk, wat je van Apple gewoon kunt verwachten. Apple, de reden dat ze gewoon dure telefoons maken, is omdat ze weten van onze user experience, onze layout, hoe wij alles designen, is super handig in gebruik. Het is heel gemakkelijk te gebruiken. Het gebruikt heel fijn en het is veilig. Want hun eigen beveiliging, die is gewoon standaard heel erg goed. Op een MacBook hoef je vrijwel eigenlijk niet nog een extra antivirus software erop te zetten, want die van Apple zelf is gewoon heel erg goed. Camera van telefoons bijvoorbeeld zijn ook heel goed, ze werken allemaal ook fantastisch. Daar kun je allemaal niet over klagen. Bij Android zijn er gewoon zoveel telefoonmerken die Android gebruiken, en dat is waar het een beetje moeilijk in wordt. Dat is waar Apple een vijvertje is, waar je in vist, en dan wel vrij makkelijk en simpel is. Is Android een oceaan waar gewoon heel veel verschillende soorten vissen in zwemmen. En je moet gewoon precies degene vinden die jij het tofste vindt. Ik zelf gebruik bijvoorbeeld OnePlus. Wat OnePlus doet, die zegt van oké, wij zien het voorbeeld van Apple, dit is wat zij allemaal doen. Wij doen dat, maar dan met een Android layout, waardoor dat je 10 keer meer opties hebt. En dat werkt voor mij gewoon enorm handig. Wat dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld Apple, die doet altijd heel erg moeilijk over hoeveel opslaggeheugen je hebt. Het was altijd standaard 64, 128, 256, dat waren de opties in principe. En dan betaalde je voor de ene betaalde je 1000, de andere betaalde je 1100 en de duurste, de 256, daar betaalde je iets van 1400 voor, om even de iPhone 10 te noemen bijvoorbeeld. En ik weet niet of die prijzen helemaal kloppen, maar ongeveer. Ze waren gewoon altijd moken duur en het werd heel veel duurder hoe meer opslaggeheugen je neemt. De OnePlus telefoon die ik dan bijvoorbeeld heb, de goedkoopste variant daarvan heeft standaard al 128 gigabyte opslag. Een stapje duurdere versie, die 50 of 100 euro duurder is, die heeft 256 gigabyte opslag. En zelfs wanneer, ik heb dan de meest high-end versie, want die heb ik voor werk. Zelfs daarvan blijft de prijs nog onder 1000 euro. En weet ik gewoon dat ik meer opties heb, doordat als ik hem aansluit op bijvoorbeeld een Windows PC, dan kan ik veel gemakkelijker bestanden overzetten. Hang je het namelijk aan een Apple ding, dan werkt dat helemaal 10 keer kut. Dat is echt een van de slechtste dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ingebouwde Chromecast functie en dergelijke vind ik in principe fijner te gebruiken via Android. Want Android draait grotendeels al op Google. Dat zit veel meer met elkaar geïntegreerd, terwijl Apple heel erg afgesloten is van anderen. En Maar de vraag die je eigenlijk moet stellen is: stellen een mobieltje of laptop halen? Moet ik een Apple hebben of een Android Windows voor een laptop dan? Jij weet er heel veel over. Jij kan zo meteen ook nog wel inspringen, denk ik, Luc. Maar wat vinden jullie ervan, jongens? Ik heb altijd een MacBook gehad, vanaf het begin van mijn studie in ieder geval. Dus dat was, ik denk 7 jaar geleden dat ik begon met studeren. Ik ben inmiddels gelukkig ook al wel klaar. Maar ik heb al die tijd wel gedaan... Sorry, Roland. Ik heb al die tijd gedaan met een Apple laptop, met een MacBook Pro. En hij doet het nog steeds echt fantastisch, gewoon na 7 jaar. De batterij kan iets minder, gaat iets minder lang mee dan in het begin, maar... Ja, dat vind ik dan wel weer het voordeel voor mij, wat ik zelf heb meegemaakt aan Apple, is dat het gewoon fucking lang meegaat. En inderdaad, zoals Aaron al zei, voor debielen zoals ik te begrijpen is heel makkelijk. De layout is zo fucking simpel, alles is makkelijk te vinden. Ja, maar dat bedoel ik inderdaad ermee. Het is... Ik heb zelf nooit een Windows laptop gehad, dus ik kan niet echt vergelijken verder. Ja, nee, voor mij is het wel altijd Android en Windows. En dat heeft er ook mee te maken dat ik Apple gewoon overpriced vindt. Zeker als je bijvoorbeeld wat Luc net zegt over die telefoons, weet je, over die OnePlus. Ja, het is gewoon een toptelefoon. Kan gewoon concurreren met die iPhone. Alleen je betaalt er wel minder voor en je hebt nog meer opslag geheugen. Jij die ook? Nee, ik heb een Samsung Galaxy S20 Plus. Maar dat komt omdat ik gewoon heel erg groot fan ben van Samsung en wat zij allemaal doen.
Dus dat... Kijk, dat is het ding met Android. Je vist inderdaad in een oceaan. Je hebt ontzettend veel merken. En dan moet je kijken wat je net fijn vindt. Maar als we het hebben over laptops, ja, dan ga ik altijd voor Windows. Omdat ik heb nu bijvoorbeeld een laptop. Die heeft me wel meer dan 1000 euro gekost. Maar die heeft zulke goede specs. Al wil ik dat in een MacBook hebben, moet ik sowieso een MacBook Pro aanschaffen. Wil ik die met hetzelfde opslag en geheugen en weet ik wat allemaal hebben. Dan ben ik gewoon 3 keer zoveel geld kwijt. En dan denk ik wel van ja, oké, leuk dat het dan een betere integratie heeft met Adobe-diensten. En tuurlijk, alles bij Apple werkt fantastisch. Maar is dat iets waar ik 2000 euro meer voor ga neertellen? Nee. Maar ik vind het wel opvallend, want dat Apple-leger, dat wordt en maar groter en maar groter. Je hoort altijd wel mensen zeuren over hoe goed je Apple wel niet is en waarom jij nog geen Apple-telefoon hebt. Ja, maar dat is het hele probleem. Maar hier heeft niemand dat. Dat is toch opvallend. Ja, maar dat is het hele probleem. Mensen willen steeds meer en steeds vaker willen ze gewoon gemakzuchtig zijn en dan maar user experience. Nou, dat niet per se. Gewoon, en dit is gewoon heel bot. Mensen zijn gewoon lui. Mensen willen er niet over nadenken. Die denken gewoon, oké, Apple werkt goed en het is makkelijk. Hoppakee, dan haal ik het. En dat is heel kort door de bocht gezegd. Dat weet ik zelf ook. Ik bedoel, het ook echt niet zo bot als dat ik het laat klinken. Maar dat is wel over het algemeen, als ik met mensen, naar mensen kijk en ik zeg van, oké, dus je betaalt nu, je betaalt met een grote lach op je bek, betaal je dik 1000 euro voor een telefoon. Terwijl dat je voor de helft van de prijs een telefoon kan krijgen die eigenlijk gewoon op vrijwel ieder vlak beter is. Enige vlak waar dan een klein beetje op inlevert waarschijnlijk is de camera. Maar als we heel eerlijk zijn, als jij een goede camera wil, dan kun je beter een Nikon of een Canon halen dan dat jij je mobiele telefoon gebruikt. Exact, ja. Want dat is het punt dus ook nog eens. Want jij kan prima een smartphone halen van, nou, zeggen 500 euro, dan een spiegelreflexcamera erbij halen voor 450 euro, inclusief lens. En dan ben je alsnog goedkoper uit dan een iPhone. Ja. Met de kleinste opslagruimte. Dus dan denk ik van ja, die keuze lijkt me dan toch wel redelijk makkelijk gemaakt. Nou, het irriteert me. Of tenminste, het irriteert mij soms. Want mensen die zeggen van, ik heb wel mensen gewoon proberen te overtuigen van, wat is nou het hele ding waardoor dat je toch maar aan Apple blijft hangen? Nou, dan leen ik ze bijvoorbeeld een oude telefoon die ik heb liggen voor een weekje uit, zodat ze even kunnen testen. En dan is het vrijwel van, ja, het is wel wennen, overstappen, dit, dat, zo. Dan denk ik van, ja, oké, dat klopt. Na een week heb je daar helemaal geen moeite meer mee. Dan weet je precies hoe alles werkt. Omdat het eigenlijk gewoon vrijwel hetzelfde is. Het enige verschil is, nou ja, dat heeft Apple de laatste jaren, moet ik ze applaus voor geven, dat ze eindelijk widgets hebben toegevoegd, 10 jaar nadat de rest het al had. dat hadden ze gewoon echt super lang niet. En ze gaan nu ook stappen maken op hun scherm. Kijk, ze hebben, toen Steve Jobs er nog zat, was het heel vaak innovatief. En toen vond ik het echt ook wel, nou, toen dacht ik wel vaker van, oké, de iPhone is degene die haalt als je de innovatie wil. Maar dat is er de laatste jaren al heel erg vanaf. Je kunt het letterlijk zien aan het design. Wat bij de iPhone 10 was het nog innovatie en, oh, we halen de knop eraf en dit, dat, zus en zo. iPhone 12 heb je inmiddels. Ze hebben letterlijk het design teruggepakt van de iPhone 5. Ja. Maar Remy, ik hoor jou er niet echt over. Maakt dat jou niet zo heel veel uit, die keuze? Of nee, heb je er niet echt. Nee, ik heb er niet zo heel veel over te zeggen. Vooral omdat mijn expertise niet echt op het gebied van tech ligt. Dus op het moment dat er een onderwerp voorbij komt waarvan ik denk van ja, ik heb er niet echt een mening of echt iets zinnigs over te zeggen, denk ik van, weet je wat, ik hou wel gewoon mijn mond dicht en ik maar laat het proost, dat vind ik zoals wel grappig, Luc eventjes want lekker praten. Dat vind ik wel grappig dan, want dan is mijn vraag aan jullie, Luc en Roland. Want types als Remy, zijn dat dan voornamelijk de Apple-gebruikers? Ondanks dat jij geen Apple-telefoon hebt, wel een MacBook. Zijn dat soort mensen of zijn het ook gewoon wel echt experts die een iPhone nemen? Oh nee, het is... Kijk, uiteindelijk komt het gewoon neer op wat vind je lekker, wat vind je gemakkelijk. En laten we gewoon heel eerlijk zijn, Apple is heel goed in producten maken die gemakkelijk en lekker voelen. Dat is gewoon zo. En het is inderdaad, en dat blijft ook wel zo. En als jij daadwerkelijk in het Apple-ecosysteem zit, als jij een iPhone haalt, dan moet je ook een MacBook halen. Want dat werkt goed samen.
Haal je een iPad erbij, dan moet je dat ook, want dat werkt gewoon lekker. Dat werkt perfect samen. Apple TV vervolgens heb je dan ook nodig, want ja, anders dan kun je niet casten op je televisie bijvoorbeeld. Het werkt, het is gewoon allemaal heel goed, hangt het met elkaar samen. En dat is extra ook... opladertje kopen, oortjes, precies. Dat soort dingen. Het hangt gewoon onwijs goed met dat ecosysteem. Werkt supergoed samen met elkaar. En het is daarom ook wel echt heel handig. Ik zeg niet dat Apple beter is dan Android of andersom. Ik zeg dat ik de voordelen van Android, die zien heel veel mensen niet. Omdat het dus zo'n groot web is waar je door eerst doorheen moet prikken. Ze moeten zoveel eerst uitzoeken voordat je een welvoorlijke keuze daarin kan maken. Nou, dat... Maar zorgt, zuigt Apple je als klant niet als het ware een gat in door die omgeving te creëren? Ja, absoluut. En dat doen ze slim. Dat is de hele marketingtruc en dat doen ze fantastisch. Dat is echt wat zij heel erg goed in zijn. En daar geef ik ze ook alle lof voor. Daar mag ik dus zeker wel de loftrompet voor... Het is bij mij dus niet gelukt, hè? Want ik heb echt alleen maar een MacBook. Ik heb geen iPhone, niks, geen Apple TV of zo. Ik volledig onafhankelijke man. Dus ik koop gewoon impuls dingen die niet met elkaar connected zijn. En voor de rest maakt me niet zoveel uit of ik nou wel... net als de smulrol die ik gisteren even heb besteld, waarvan ik niet wist wat het was. Ik dacht, ik bestel het, klinkt prima. Was ook prima. Trouwens. Maar dat is wel wat je zegt. Heb ik ook gewoon een MacBook. Want voor bijvoorbeeld als ik met Adobe of iets dergelijks bezig ben. Monteren of Photoshop, noem het allemaal op. Dat werkt gewoon heel erg gemakkelijk op een MacBook. Sterker nog, ik vind het toetsenbord van de MacBook Pro die ik heb. Dat is dan wel die butterfly switches. Die snel kapot kunnen gaan. Die bij mij al eens een keer kapot zijn gegaan zelfs. Die vind ik ook gewoon heel erg lekker type. Want de kwaliteit is onwijs goed. En dat is het ook. Het werkt gewoon heel goed. De kwaliteit is onwijs goed. De gratis sms-dienst die Apple standaard heeft. Want je hebt gewoon Apple berichten wat letterlijk gratis sms is. En eigenlijk dan ook beter is dan WhatsApp. Dat is iets wat Apple gewoon heel goed doet. En daarom is het ook al zo. Als je vrienden hebt die Apple hebben. Dan is het heel erg gemakkelijk en verleidelijk om daar achteraan in te gaan. En ik zou je ook zeker niet kwalijk nemen om dat te doen. Sterker nog, ik heb het ook wel eens overwogen. De enige reden dat ik er niet toe heb, is dat ik vind dat... telefoons goedkoper kunnen dan Apple's dan die van Apple. En dat je er dan dus ook daadwerkelijk betere kwaliteit hebt. Want, nou ja, om dan even weer op mijn eigen telefoon terug te haken. Die heeft een scherm van 120 hertz. En dat betekent dat hij elke seconde dat er iets gebeurt op dat scherm, ververst het scherm 120 keer. Waardoor dat het zo onwijs vloeiend is. Als je dan weer teruggaat naar bijvoorbeeld 60 hertz, wat standaard is voor onder andere Apple-telefoons, of naar 90 hertz, wat een tussenstap is, die tussen die 120 en 90 zit, dat voelt dan daar gewoon kut. Het voelt gewoon niet meer vloeiend. Ik kan niet dus op een... Het verschil is wel degelijk te merken daarin. Dat absoluut. Alleen, nou ja, waarschijnlijk komt Apple er dit jaar of volgend jaar komen ze er ook wel weer mee. En dan hebben ze het ook alweer. En het contrast van bijvoorbeeld een... Apple-scherm is weer mooi, hè? Omdat zij daar weer een beter retina-scherm in hebben dan bijvoorbeeld andere telefoons. Maar ja, dat is heel erg van, zoals ik zeg, dat is heel erg, wat vind je belangrijk? Vind jij het belangrijk om, vind je dat gemak heel belangrijk? Dan moet je zeker gaan voor Apple. Wil je er iets meer tijd in steken en er dan wat meer plezier uithalen van de dagelijkse dingetjes, als bijvoorbeeld een heel lekker scherm of lekker veel opslag, zodat jij never, nooit niet je telefoon hoeft schoon te maken, al je foto's kunt laten staan. Dan zou ik zeggen, ga voor Android. Ja, daar sluit ik me bijna alsof ik in een T-Mobile winkel of zo sta, weet je wel. Met Luc die aan het uitleggen en aan het praten is. Alsof ik zelf een nieuw mobieltje of een laptop nodig heb. Ik zou daar heel goed wel kunnen werken, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. maar om even naar de conclusie te gaan, willen jullie nog wat toevoegen? Want dan moeten we uiteindelijk toch, vind ik wel, kiezen voor... Zeg maar, een editor kan een MacBook goed gebruiken. Anderen kunnen een Windows weer goed gebruiken. Of een Apple mobieltje of een Samsung. Maar als we er nou eentje moeten kiezen, welke en waarom? Ik zou zeggen MacBook of Apple dan, omdat ik niet weet hoe het is om een Windows laptop te hebben. En ik ben heel erg tevreden over mijn MacBook. Kost je wel een pleuris vermogen. Wat zeker een nadeel is aan die Apple-producten, dus ik snap ook helemaal wat Luc Maar niet iedereen is er zo zuinig op als bijvoorbeeld jij dat kunt zijn, hè? Ja,
Ja, en ik ben toch niet, normaal niet echt een hele zuinige dude of zo. Ik heb gewoon geluk gehad dat mijn laptop het nog steeds doet, denk ik. Maar de, ja, ook shout-out naar Apple daarvoor, dat hij nou nog... Hoe vaak hebben we het wel niet op school gezien dat er iemand koffie over zijn laptop gooit of zo? Zo. Ja. Het is elke keer een dolksteek gewoon echt hier in het hart. Ja. Oké, okay, en jij Roland? Ja, ik zeg gewoon Android en Windows. Het scheelt je gewoon zoveel geld in vergelijking met Apple. En je krijgt uiteindelijk onderaan de streep, krijg je precies hetzelfde. Oh ja, oh nou, op mijn Windows werkt Adobe iets minder goed. Oh nee, oeh. Nou, daar ga je geen €2000 extra voor neertellen, Rob. Oh shit, nee. Ja, nee. Apple vind ik gewoon overpriced. Dus ik snap dat mensen het tof vinden. Ik snap, Apple doet absoluut wel goede dingen. Ik heb zoiets van, ja, als je voor minder geld precies hetzelfde kan krijgen, doe je dat toch? Goed punt. En Luc? Gaan we naar Luc. Ik zeg, Apple laptop, of tenminste Apple PC. En ja, dan ga ik eigenlijk over de MacBooks, want de iMacs, dus zou ik never nooit aan beginnen. Apple MacBooks en Android telefoons. En dan installeer je op beide gewoon Slack. En dan heb jij in principe gewoon, alles is connected, alles is prima zoals je wil. Of Dropbox, of Google Drive, of noem het allemaal op. De expert heeft gesproken. Maar nu degene die het onderwerp introduceerde. Aaron, waar zou jij voor kiezen? Ik heb nu een MacBook. Ik heb daarvoor eigenlijk alleen maar Windows laptops gehad. En Android hetzelfde. Dat heb ik nog steeds. Ja, ik ga gewoon voor Android en ik ga voor Windows, want daar ben ik mee opgegroeid. Mijn broer is ook heel handig met laptops en weet ik veel wat allemaal. Gewoon, ik totaal niet, maar ja, ik weet niet. Ondanks dat het misschien wat moeilijker was, ben ik het wel gewend. En zie je ook gewoon, zelfs ik, bijvoorbeeld een leek als ik, ziet ook gewoon de mogelijkheden die er wel zijn op een Windows. En de beperkingen die een MacBook tegelijkertijd met zich meebrengt. Los van alle handige layouts en zo. Dus ik ga... Ik wil heel graag wat zeggen. Sorry. Ik moet gelijk mijn mening bijdraaien. En inderdaad ook gewoon zeggen Windows, laptop en Android. Want ik zie gewoon uit mijn ooghoek zie ik dit liggen. Die tering kut connector die je nodig hebt voor een MacBook als je een USB wil inpluggen. Ja, dat heb ik dus niet bij die partij. Stink Apple met je tering weer. Nee, sorry. Stink MacBook. Want dat is echt die dingen de grootste echt onzin ooit. Ja, maar die dingen zijn echt verschrikkelijk. Ze werken ook nog slecht. Niet. Je wordt gewoon snoeierd. Ik heb een MacBook Pro en ik kan wel gewoon een USB erin pluggen. Mijn microfoon zit daar nu gewoon in. Luc, en ik heb daar niet helemaal met jou eens. Want dat soort shit, daarmee verpesten ze gewoon alles. Weet je hoe duur dit tering ding is? €150 Zoiets? Ja, dit ding is gewoon €110. Ja. Zo'n kut connecten. Maar dat bedoel ik met Apple. Het is overpriced en dan krijg je niet eens... Nee. Hij is niet van Apple zelf. Het wordt via een partner, geloof ik, wordt het gemaakt en wordt het gedistributeerd. Ja. Maar het is gewoon onzin dat je dat nodig hebt. Precies. Dat is onzin. Ik hoop dat we wel mensen hebben kunnen helpen die nu op zoek zijn naar een nieuwe telefoon of een nieuwe laptop. Ze moeten het natuurlijk zelf weten. Ik weet niet hoe positief we nou over, zeker na deze afsluiter, hoe ze dan naar een MacBook kijken of een Apple-telefoon. Maar, wij hebben gesproken. Doe ermee wat je wil. Ik haat Apple niet, hè. Laten we dat voor opstellen. Ik haat Apple absoluut niet. Ik vind het fantastische machines. Alleen, dit is wel echt... Die connector, dat is echt de grootste onzin, die ik ooit van mijn leven gezien heb. En daar ben ik wel echt daadwerkelijk boos over. Ja, die dokjes, dat zijn echt stukjes verdriet, inderdaad. Ja. Kleine sneer naar Apple, denk ik dat we wel een beetje aan een mooi einde zijn gekomen van dit onderwerp. En dus eigenlijk van de hele podcast, want we hebben 4 hartstikke leuke onderwerpen besproken. Nou, luisteraars of mensen die kijken op YouTube, laat vooral weten als jij met een onderwerp zit waarvan je denkt van hey, daar kunnen ze nog wel eventjes over discussiëren. Laat het ons weten in de comments of op YouTube of op Instagram in onze DM's. Slide er even in. Klavertje 4 podcast, makkelijk te vinden op Insta. Volg ons even. En abonneer op YouTube als je daar nu toch aan het kijken. Trouwens.
We gaan lekker inderdaad op Instagram. Alleen vergeet niet te abonneren op YouTube inderdaad. Ja, abonneer op YouTube en volg op Spotify of Apple Podcast en alle andere podcastdiensten. Volg ons daar ook, want dat helpt alleen maar meer mee. En als je inderdaad, wil je nou je eigen topic horen, stuur naar ons, mail naar ons, klaartje4podcast. Echt waar, we kijken ernaar. Als het leuk is. We waarderen jullie, ja. Onder de socials mag je het ook gewoon gooien, de social posts en anders gewoon onder de YouTube comments. Dus doe dat alsjeblieft. Zoveel als je wil. Hartstikke goed. Dit was het voor deze week. We zijn natuurlijk volgende week gewoon weer terug met weer een nieuwe aflevering. Dus stay tuned vooral. Ik zie het licht hier helemaal flikkeren. Want Luc is met een knopje op zijn telefoon, kan hij het licht in de kamer waar ik in zit. Voor een spetterende afsluiting, jongens. Dat doe je allemaal op Android, dansen. Hè? Allemaal op de Android. Oh, allemaal op de Android, jongens. Wat een geweldige telefoon. Hey, luisteraars en kijkeraartjes. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren en kijken. Doei. Later. Joe.